ik weet dat die transformatie niet goed heeft gedaan, maar nu zie je er echt slecht uit. Wat is er? Wat zou er zijn? Ik ben dik, lelijk, dik, agressief, dik, irritant, dik. Zo, mijn lieve prins, mag ik je voorstellen, mijn persoonlijke creatie? Deze roos heb ik speciaal voor jou gemaakt. Leven. Dacht je echt mij te kunnen vermoorden? Ik ben Jeline Hoethals. Ik zit nu in mijn laatste jaar Latijn Wiskunde op het Koninklijk Atheneum in Pegasus. Ik doe fotografie, ik acteer ook heel graag en schrijven is ook een van mijn hobby's. Ik heb de musical Belle en het Beest geschreven. Dat had eigenlijk gewoon het klassieke sprookje zoals iedereen het kent. Maar niet de Disney-versie. Echt het originele verhaal zonder de bewegende kasten, pratende servies. Dat heb ik er allemaal uitgelaten. Ja, dit jaar was eigenlijk een bijzonder stuk. Omdat het eigenlijk volledig geschreven werd door een van onze leerlingen. Die daar al eigenlijk een titanenwerk in gestoken heeft, want ze heeft er meer dan een jaar aan gewerkt. Het was eigenlijk, ik geloof dat ze al gehoopt had van het vorig jaar te kunnen brengen, maar het was gewoonweg niet af. Niemand die mij zegt wat ik moet doen. Als je bedenkt dat ze, het is natuurlijk een gekend verhaal, maar ze heeft er een hele persoonlijke wending aan gegeven. Ze heeft er liedjes in gestopt. Die ze dan ook nog een keer van een eigen tekst heeft voorzien. Dus die heeft zij ook, dat heeft ze ook voor haar rekening genomen. En ze heeft dan ook nog een groot deel van de regie op zich genomen. Deze roos, deze roos, deze roos. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het echt het kennen van de rollen en het in elkaar steken van het stuk eigenlijk in zijn definitieve vorm, dat het werk van de laatste 10 dagen voor de opvoering geweest is. Dus niemand geloofde eigenlijk nog dat het echt zou slagen. Hoewel, mijn ervaring, dus nog al een paar jaar, ik had ook gezegd tegen mevrouw Varken, wil je geloven dat zal nog op zijn pootjes vallen? En het is inderdaad nog op zijn poten gevallen. Oh, ik zie mijn huis en de voordeur, dat was fantastisch! But when you read your speech, it's tiring, enough is chapeau. Ik vond dat echt wel, met al de drama dat er nog wel is geweest, dat ze dat goed heeft geregeld. En echt chapeau, ik zou het zelf niet kunnen. Een zeer leuke ervaring. En met alles wat ik heb meegemaakt, heb bijgeleerd, wil ik zeker nog verder doen. Het was een zeer intensieve periode, waarin iedereen een enorme vooruitgang heeft gemaakt. En die uiteindelijk geresulteerd heeft in een prachtige voorstelling. Out when our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind.